Welkom bij de allereerste aflevering van Skyline TV Archief. En in dat Skyline TV Archief gaan we heel veel dingen beleven wat Skyline allemaal uitgezonden heeft vanaf 1993 en daarom ook ons 20-jarig jubileum. En in dit komende seizoen heel veel verschillende dingen van sport tot aan evenementen, muziek, nou ja, alles wat er maar geweest is hier bij ons op televisie. We beginnen met Dol op Dorpen. En dat was een programma helemaal in het teken van de kerkdorpen van Uden-Veghel. Uden en Veghel zaten er zelf niet bij, maar de dorpen stonden dus echt helemaal centraal. Zo ook Boerdonk. Over het leven in een dorp bestaan veel vooroordelen. De tijd zou hier stilstaan en alles blijft bij het oude. In Dol op Dorpen gaan we op zoek naar het echte leven in de kerkdorpen van Uden en Veghel. We praten met dorpelingen die hier geboren en getogen zijn, bezoeken de favoriete plek van een inwoner en praten met iemand die van buitenaf in het dorp is komen wonen. Vandaag gaat Dol op Dorpen op bezoek in Boerdonk. Boerdonk was rond 1400 al bekend onder de naam Bordonk. Het was toen een klein gehucht. Aan het einde van de 15e eeuw stond er een kapelletje. Sinds 1950 is vooral rond de kerk de bebouwde kom ontstaan. Met bijna 800 inwoners is Boerdonk het kleinste Veghelse kerkdorp. Het ligt verscholen in het groen ten zuidoosten van Veghel en is van alle kerkdorpen het verst weg. Zangeres Ger Koppers heeft meerdere favoriete plekken in Boerdonk. Haar liedjes gaan vaak over het dorp en de mensen die er wonen. Alles in het Boerings dialect natuurlijk. Het meest favoriete plekje van de 51-jarige Ger komt ook in haar liedteksten voor. Het heeft te maken met haar jeugd. Dit was vroeger de plek dus waar wij heel veel naartoe trokken om te speulen eigenlijk. Maar hier was vroeger een vijver, een grote vijver van de pastoor, van de pastorie. En daar rondom die vijver sjouwden wij en dan liepen wij over deze pad en anders ginds door het kruipgat, ginds achter, liepen wij naar de bossen en daar sjouwden wij maar in die bossen rond. Daar vonden van alles, kapotte bisjes en kapotte en kadavertjes, maar ook die botjes en zo allemaal. En stokken, vreemde stokken en vreemde stukken hout. En we bouwden daar wel eens hutten zo gewoon met een oude deken die we thuis meenamen, weet wel. Een fles drinken en dan gingen we daar Indiaantjes spelen of Bonanza spelen of zo. En dan hier gingen we meestal naar school even zo hier in die vijver rondschouwen. Even buurten, even plannen maken wat we dan gingen doen die avond. Waar we naartoe gingen en zo. Het was gewoon een mooie ronde vijver zo. En er zaten natuurlijk wat vis in en wat eentjes. En dit bankje, dat geloof ik niet dat er toen al was. Dat geloof ik niet. Dat is volgens mij toen wij voor het wat groter waren hier geplant. Er was hier in Boerdonk niet zoveel natuurlijk. En als we de straat opliepen, mensen die in een groter plaats woonden of familie van mensen die woonden in de stad, als die de straat opliepen, liepen ze heel lang op de straat. Maar als wij de straat opliepen en we gingen de weg weer af, dan stonden altijd wel ergens in het groen. Al mijmerend over haar lievelingsplek herinnert Ger zich vooral mijn vriendje van vroeger. Ik heb van hem ooit een liedje geschreven ook. Gert van Omofik, Gert van Tante Toos. Dat was mijn vriendje waar ik eigenlijk altijd wel de plannetjes mee maakte. Van wat gaan we doen en wie nemen we mee? Want dat was ook heel belangrijk. We wilden iedereen die erbij hebben natuurlijk. Als je plannen aan het smeden waart, dan hadden er mensen bij die, of kinderen bij. Nou ja, goed, en mijn nichtjes en mijn buurmeisjes en zo, dat sjouwden we natuurlijk. Maar daar kwam die hier eigenlijk nooit echt mee. Ik denk toch dat we door Jan Kerkhoff eens over aan moeten spreken dat die vijver weer open moet. Want zo is het geen doen. Het is een rotzooi. En volgens mij spelen hier nooit geen kindjes meer. Wij waren hier vroeger altijd aan het rapen en aan het doen. En stintjes gooien in die vijver. En rond die vijver aan het sjouwen of we iets zagen. Dan gingen we op ons knieën kijken of tegendoor een vis of een kikvors of iets zagen. Maar die jongen die doen dat niet meer. Die zitten allemaal achter de computers, denk ik. Hè? Het is eigenlijk wel zund, hè? Want het is eigenlijk zo mooi hier. Als je dat ziet, die beumen en alles, ze moeten dat hier snoeien. En weer open gaan. Er zit een zat thuis die kan spaaien, die kan hier rendig zo die vijver openmaken volgens mij. Dat zou hartstikke mooi zijn. En dan kwamen de gins op het Nonnenwijk uit. Daar liepen een aantal ponypertjes. Dat was ook heel mooi. Daar had er nog eens ooit in met een teen gestaan. Zo'n pony, dat is toch zwaar als je die op een grote teen kreeg eigenlijk.
Maar dat was daar het Nonnewijken. Het leek alsof dat er hier al was, maar ik denk dat het toch een beetje beter die kant op lag. Want daar, waar nou de bejaardenwoning stond, daar stond het kloosterke. Daar zaten die nonnen in. En die hadden daarachter een moestuin. Daar hadden ze van die kroeselen hangen aan de struiken. Kruisbessen. En die gingen we dan weghalen. Dan deden ze de hof altijd aan griezelen, keurig netjes. Zoals die pad helemaal strak gegriezeld. En dan kwamen wij er weer wel. En dan gingen wij kroeselen plukken stiekem en eten en bessen. En dan hadden ze dat gezien natuurlijk, want die voetstappen die stonden er in die grond. Dan kwamen ze weer bij ons thuis klagen. Maar de wijken, dat was daar. En dan liepen er wat ponypertjes en zo in. Dat was wel mooi. Dan ging er dan gewoon ook in en dan gingen die pertjes aaien. En dan liepen we ginds door die pad en achter die beum hier, die je allemaal ziet, die wal. Daar liep het kruipgat en zo liepen we recht naar de bossen. Zeggen ze dan een erp, de Erpse bossen, maar wij noemden het altijd de Boeringse bossen. Want ja, voor ons waren dat de Boeringse bossen natuurlijk. Dat waren onze bossen en van niemand anders. Bij de favoriete plek van Ger Koppers hoort ook het aangrenzende kerkhof. Hier werd de foto genomen voor de hoes van haar eerste LP. Ik wou Ger ook de kerk of het kerkhof in ieder geval erbij iets, dat we ook een Ger bij hebben. En toen had de fotograaf me daar in de wei gezet, toestemming gevraagd aan de boer natuurlijk. Ginds in de wei op een kruk. En toen had hij van ginds af, bij die beum ongeveer, had hij een foto gemaakt hier. Dat was best wel mooi. Het kerkhof dat is natuurlijk, dat hoort gewoon bij mijn leven een beetje, omdat ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik ben wel een tijdje op internaat geweest, maar die jaren gum ik meestal wel wat uit, want die waren niet leuk. Het leukste, het fijnste waren hier gewoon. Maar als ik ergens anders kom, in dorpjes of waar, dat we zijn ooit met de fiets, ik ga meestal wel even nog een kerkhof kijken. Ik vind dat wel, dat heeft wel iets, een kerkhof, iets mysterieus een beetje, maar inderdaad, in mijn liedjes doe het gewoon ook heel dikwijls in ver. Soms een beetje spottend en soms, als ik erover vertel, ook als ik een nummer uitleg op het podium, het nummer van de Doodgraaf bijvoorbeeld. Ik geef er altijd een draai aan, dat mensen er ook weer mee kunnen lachen. Want doodgaan doen we allemaal. Er is toch geen en het hier kan blijven, denk ik. Hè? En dat was Dol op Dorpen. En Marley Kersenmakers onder andere maakte dat programma. We gaan door met de Udense Musical. En die Udense Musical, ja, dat is elke keer maar weer. Om de zoveel jaar komt dat voorbij. En volgend jaar is er weer een Udense Musical. En de eerste musical ging over het prilleken. En dat prilleken dat stond dan op de markt in Uden, voordat die omgewaaid was. En daar had Bart Stoeltjes en Frank van Pamelen een hele musical omheen geschreven. Aanleg van de vierde startbaan op Volkel Airport. En ook de geboorte van onze 100.000ste inwoner een aantal jaren geleden. Uden blijft zich vernieuwen. Dat hoort bij onze prachtige stad, dames en heren. En nu ook onze lindeboom, die vandaag exact 100 jaar geleden door mijn voorganger burgemeester Thijssen werd onthuld. Nu deze lindeboom op welhaast symbolische wijze een pracht van een babyboom heeft. Pardon, dames en heren, een pracht van een babyboom heeft gekregen, wil ik deze heugelijke dag graag uitroepen tot een officiële feestdag.
zeg maar 100 jaar komen we hier weer bij elkaar. En dat was de Udense Musical. En dan gaan wij naar ons laatste onderwerp alweer van deze archiefuitzending. En dat was de Schapendag. Ieder jaar zijn wij bij de Schapendag aanwezig. En dit keer, in begin jaren 2001, 2002 was dat, was het erg slecht weer. Het regende. Het was zondag alweer de 30ste Schapendag die in Odiliapil werd gehouden. Ook nu weer trok het evenement veel belangstelling. Zelfs een forse regenbui kon de pret niet drukken. Er viel dan ook weer veel te beleven. Behalve het onvermijdelijke schapenscheren was er nu ook weer een braderie en een oude ambachtenmarkt. Hier kwam het Brabant van vroeger weer tot leven. Dat kleine café waar mijn standtafel staat. Een pleintje met bomen omrand. De boerenkapel speelt een deuntje op straat. Mijn heerlijke Brabantse land. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Het land waar mijn wieg heeft bestaan. Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verband. Dat land doet mijn hart sneller slaan. Dat land van mijn jeugd waar je iedereen kent. Geen verschil is in rang
of in stand. Dat land waar je rijk bent, al heb je geen cent. Mijn heerlijke Brabantse land. De Schapendag zou de Schapendag niet zijn zonder muziek. Ook de verrichtingen van de sportschool en de indoor skaters trokken veel belangstelling. En ondertussen vermaakten de kleintjes zich in de zweefmolen en in de draaimolen. En tot zover weer de eerste aflevering van het Skyline TV-archief. We zijn er volgende week weer op dinsdag en deze uitzending wordt op zondag herhaald. Ik wens je nog een fijne dag.